Dat is wat je noemt, de verloren paradijs. Hè? De Giesling, dat is verloren paradijs. De columnistenhuizen, die waren heel mooi. Bloementuinen. Dat was dus... En daarbij natuurlijk het geluid dagelijks van al die honderden kippen. Van die koeien. Dat alles. En dan het ronk van onze postauto. Langs de enige weg. De hoofdweg dan. Nou, dat leeft nog in jou. Nu toe zie ik het toch nog gebeuren. Dat is niet weg te denken. Moeilijk te beschrijven, Joop. Heel moeilijk te beschrijven. Het is helemaal veranderd. Je ziet geen enkele huis meer die nog... van de oude tijd niet meer, helemaal niet meer. Je krijgt soms... verdriet dat het helemaal weg is. En... het was een mooie plaats. Postkantoor, kliniek... fabriek, koffiefabriek, hoe mooi plaats. De lagere school met de aula enzovoort, mooie plaats. Dat is allemaal weg. Weg. Ah, het is behoorlijk druk geworden. Je hebt toch veel mensen in de Giesting nu. Je hebt bijna geen rustige plaatsje meer. Overal heb je mensen. Te veel mensen. De sfeer is echt vroeger beter, heb ik, ja. Met minder volk. Overal heb je te veel mensen. Dit is het oude huis, het originele huis van mijn ouders. Hier in dit huis ben ik ook geboren. Ja. Toen was ik hier teruggegaan, heb ik een beetje opgeknapt thuis. Vroeger was een zinkend dak erop, helemaal verroest. Veranderd met asbestdak en zo. Hier zijn wij grootgebracht. En nu woon ik hier alleen met mijn vrouw. Kinderen zijn allemaal thuis. Ja, dit is thuis. We leven ervan. Van mijn visvijver. Kaartbomen en zo, vruchtbomen. En ja, je ziet die oude bomen, die zijn mijn ouders nog geplant. Die sauwbomen, mangistanbomen. Ja, mam. Van de oude heer nog geplant, maar die jonge bomen zijn allemaal zelf geplant. Jonge vruchtbomen, als deze boom ook. Dus een paar boom. Ja. Genoeg om te leven met z'n tweeën. Wat wil je nog meer toch? We leven hier echt gelukkig. Gelukkig hier. Ja, eenvoudig, maar gelukkig.
voornaamste dag ben ik. Ja, hier heb ik in mijn tuin een grote boom. Dat is nog van de tijd van mijn vader, ja. De grote boom, de kisting. Die hier nog staat? Ja. Maar eerlijk gezegd, Joop, ze hebben daar ook een rustig, heel rustig leven, ja. Erg rustig leven, ja. Dus van dat misschien, ik zeg maar, schammele inkomen, kunnen ze toch goed leven daar op de kisting. Ze hebben het land. Rudy doet aan vanille en Dolph aan pala of zo, kruidnoten. Is mijn overgrootvader. Hij is, ja, ik geloof een Duitse generaal geweest in die tijd van Bismarck, geloof ik, keizer Wilhelm, zoiets. Dat heeft mijn vader mij verteld. En dit is mijn overgrootvader. Hij is opperhoofdvester in de Nederlands-Indische tijd in Midden-Java. En Oost-Java, geloof ik ook. Overhoofdvester, ja, zoiets. Met mijn vader hier. Hij is de pionier van de kisting. Hij heeft de kisting geopend, ja, in 1924. Mijn vader was de eerste leider van Indo's die dus die opgeleid zouden worden tot boer. Enzovoorts niet. Dat was dus een proef. Een proef wat heel belangrijk was voor het Nederlands Indisch gouvernement. Zodoende ging dus mijn vader daarheen en werd de gisting, ontstond de gisting. De oorlog heeft mij verteld dat het een bezoek is van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië op bezoek op de gisting. We zijn bestuursleden van de IEV. We zijn op bezoek, ja. Hij was leider van die groep kolonisten. Niemand was echt feitelijk boer. En op een enkele na, hoor. Een enkele na, die kwam van Holland. Maar ja, maar de meesten, dat waren gepensioneerde planters, gepensioneerde militairen, avonturiers, van alles, kwam bij elkaar en die waren bevangen door het idee, ja, boer. Niet. En dan keken ze naar een of andere wildwestfilm en dan voelden ze zich voelden ze eigenlijk koning III dat ze ook mee mochten doen. En het waren allemaal kavelingen, percelen zoals ze dat noemen toen, van ongeveer, ik gebruik moderne hier, hectares, 36 hectare, dat was toen in Boos, alleen maar 50 bo. 50 bo is 0,68 hectare. Maar rechts, onze naaste buurman, Werleman. En aan de overkant woonde zijn zoon Loppie Werleman. Na Werleman, dan kreeg je de familie Stokhorst. En tegenover Stokhorst had je Voogd. Voogd, met dat voetbalveld. Met een voetbalveld, van een voetbalclub. En naast Stokhorst, dus nog steeds aan de rechterkant, aan de rechterhand, daar woonde de familie Hoed.
met zijn mooie dochters. En dus mijn oude foto's van mijn ma en mijn oudste en oudste broers en zuster. Nou, die zit nu in Nederland. Ja? Met zijn René Kleur en de Tilly. En... Moeder was Kayati. Zij kwam van Solo. Zij was dus een puur sang Javaanse. Maar mijn moeder was een hele lieve vrouw. Die kon goed koken. En die was erg wijs. En mijn vader was een driftkop. Nee, dat was zo echt driftig was. Nou, dat was moeder altijd degene die kalmte bracht. Dit is het graf van moeder. Het graf van moeder is gestorven in 1976, ja. Kayati, kleur. Het is van mijn vader. K.E.A. Kleur. Geloof ik, Karel Emil August Kleur. Het is gestorven in 1965. Hij is op zijn... 96 of 97 jaar is hij gestorven. Dit. Dus mijn vader, mijn moeder. Waarom? En hij wil altijd begraafd worden, dus zijn wil, op zijn eigen erf. Misschien als ik dood ben, word ik ook hier begraven, hiernaast. Dat is ook mijn wil, hoor. Op eigen erf. Aan weerskanten waren twee Tjamara's. Tjamara's, dat zijn een soort naaldbomen. Nou, die twee Tjamara's en die oprijden aan, dat was de perceel kleur, perceel 2. Op die foto, daar kom ik. Niet? Met een René de Sey en een Pacho. Arrogant zo. Mijn vader. Met zijn grijze jas tot op. Mijn moeder met een hoed, dacht ik, aan mijn zusjes. Niet? Tilly, Mien, Evie. Maar dat was niet de hele familie hoor, want naar de hand toen kreeg ik nog meer zusjes en broertjes. Niet, maar toen was dat een gedeelte van de familie, stond daar. Voor de oprijlaan. Voor de oprijlaan. En dit is onze ingang van de familie Kleur. Vroeger hebben hier twee dennen. Misschien hebben jullie die oude foto's gezien. En die zien die oude ten helemaal veranderd. Nu hebben ze hier zoiets gebouwd. We hebben niet zoiets gebouwd. Ja, aan de overkant is de perceel van Van Rooy. Wij aan de kant. Aan de bovenkant is Werleman. En is hier helemaal. Links en rechts was allemaal de koffieplantages. Aan de achtergrond allemaal oerwoud. Heb je helemaal geen huis aan. Je ziet dat verschil nu. Op een gegeven moment, toen brak die oorlog uit. En toen liet hij die foto's zien van zijn grootvader. Nee? Die generaal met die ijzeren kruis en zo. Ja. En ik ben van Duitse afkomst, mijn moeder van Nederland en ik ben Duitse afkomst. Oh, en toen gingen ze in de ordening staan. Af. En van die tijd af was er een soort affectie tussen mijn vader en de Japan. Geen collaboratie, maar ja. Ik weet niet wat. Poosetang beweren dat hij collaboreerde met de Jap. Anderen zeggen, ja, hij heeft het voor zijn perceel gedaan, voor de kinderen. Dus het juiste weet ik niet. Want ik zat zelf in Burma toen.
Toen kregen we les van onze oudste zuster thuis, Evie, Weilen Evie. En ja, rekenen, een beetje taalkunde, Nederlands taal nog ook. Maar stiekempjes natuurlijk. En dan kregen we ook Japanse les. Japanse alfabet, A, I, U, E, O enzovoort. En dat ging door tot en met die... we noemen dat de revolutie. Dus, De Bersiap-tijd. De Indonesiërs die kwamen op. En er was een alarmtoestand. Toen kwam daar een Engelse major of kapitein. Die was op de hoogte gesteld, ja. Die Europeanen daar in het binnenland, die worden daar opgemerkt. Dus hij is ook naar de Gisting gegaan. Heeft die mensen opgetrommeld om naar Palembang te gaan. Voor hun eigen veiligheid. Maar mijn vader woont niet. Nee, zegt hij. Ik blijf hier en ik blijf op mijn perceel. Niet? En vooral, ik heb zoveel kinderen. Ik weet niet wat bij te wachten staat daar. En hier heb ik genoeg eten niet. Dat was zo. Want dat perceel, dat voorzag van alles. Dus hij bleef daar. En dat werd hem gedeeltelijk kwalijk genomen. Ja, zie je wel. Hij wil niet met ons mee en dit en dat. Maar hij bleef bij zijn perceel. En dat was redding van het perceel geweest. Want anders had die Indonesiërs al de boel gehaald. Dus hij bleef daar met zijn kinderen. Bruidsfoto van mijn oudste zoon. Die is met een Palembangse getrouwd. Je ziet dat, traditiefoto. Traditie, Palembangse traditie. En dit is die foto van mijn jongste zoon. Is dit. Jongste zoon, die is met een Soendanese getrouwd. Ik weet niet waar zijn foto is. Traditie, Soendanese traditie. Dus heb ik weer een foto van mijn ene zoon. Aan de ene kant. Zwelli. Ze is met een Javaantje getrouwd en met een Java. En oudste zoon is op zijn islamiet getrouwd. En mijn tweede zoon Verdi is een christen. Op zijn, hoe noem je dat? Is christen getrouwd. En de derde zoon op zijn islamiet. De vierde zoon hier is ook islamiet getrouwd. Samen islamieten. Dus van mijn kinderen, vijf kinderen zijn twee christenen en de rest is islamieten. Ik heb gesolliciteerd bij Stanvec in 1959. En mijn eerste job was hulpmonteur. Dus machines overhalen enzovoort. En dan weer in elkaar zetten enzovoort. En toen heb ik daar gewerkt. En toen ben ik opgeklommen tot voorman.
En later was ik department head. En dan, later, na zoveel jaren, werd ik area manager in Lierik. Een tijdje in Jakarta geleefd, mijn jonge jaren vroeger, daar gewerkt, goed, ik ben hier verhuisd. Maar ik hou van dit leven, ik kan niet in de stad leven, ik word gek. Verlaten en overgedragen aan Rudy. Dolf was dan nog aan het studeren. Bandung. Dus Rudy was eigenlijk degene die mij verving daar. Dus hij, die moeilijke tijd heeft hij overbrugd. Hè, dat ik weg was. En dat hij alleen met zijn moeder niet, de zaak verder runde. Want mijn pa was al te oud. Niet. En toen ben ik naar Holland gegaan. En dat gaan naar Holland was ook niet gemakkelijk. Maar daar moest je een visa voor hebben en dat werd hier in Den Haag beslist. Of je kon komen of niet, hè.
in ieder geval, we kwamen dus in 60 kwamen in Nederland aan. En in Nederland heb ik toen weer een nieuw leven opgebouwd op een betonfabriek. Ik heb daar bijna 14 jaar gewerkt. Maar die periode, die is me helemaal ontgaan. Daar herinner ik me bijna niets meer. Terwijl die periode op de Gisting en op die plantage daar, dat leeft nog. Ik herken die mensen nog. Ik ken die naam van die mandoers nog. Ik had voor Rudy had ik al een visa. En toen was hij net verloofd met Lily. Hij was hevig verliefd op haar. Toen hij die advisum kreeg. Ik heb dat visum hem toegestuurd. Hopende dat hij zou komen. Hij dat visum verscheurde. God. Ik heb het aan hem in de huid volgeschoten. Ze zijn overtuigd dat ze daar op hun stekje zitten. Ze zijn er tegenop om opnieuw te beginnen hier. Ik ben hier altijd gebleven. Ja, ik ben nooit teruggekomen. Ik kon ook niet naar Nederland gaan, want je kan met die oude vrouw niet alleen achter zitten. Mijn moeder bedoel ik, ja, in die tijd. Het was ook erg moeilijk om een vergunning te krijgen, om een visa te krijgen via de Nederlandse ambassade enzovoort. En dan nog, ik had haast geen documenten, papieren of zo, om te kunnen bewijzen dat ik toch zoon ben van kleur enzovoort. Dat ging erg moeilijk. Heel moeilijk. Dus ik heb toen toch maar voorgenomen om te blijven. Je hele werk en je leven waard ook. Ja toch? Ja. Mijn leven hier wel niet ruim. Maar ja, voldoende, dat voel ik. Ja. Ik wilde die jongens, wilde ik dus gunstig stemmen, het mooie laten zien van Indonesië. En ik wist dat Dolf en Rudy erg poor, erg behoeftig, erg armoedig leefden daar in die gemeenschap. Ze moesten nog knokken voor hun bestaan. Want die, ja, je weet hoe dat gaat, die jongens hier in Nederland. Die hebben een club, die hebben voetballen, die hebben judo, die hebben zwemmen, enfin. Dus ik wilde hun een goede vakantie geven. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga naar mijn rijkste broer. En die vroeg ook om of wij daar wilden komen, niet? En dat was Harry. Die had alles, die had auto's, die had bungalows, die had, mijn zonen. Die konden dus alles genieten van wat ik vroeger genoot. Als je man met jagen, vissen. Niet naar de Gisting. Want ik wilde hen besparen, niet? Dat sobere armoedig leven van Dolf en Rudy, dat was voor mij wel begrijpelijk. Maar voor mijn drie zoons niet. Yo,
Maar ik heb een goede jeugd gehad daar. Een goede jeugd, want ik heb daar leren schieten. Nee. En niet zomaar schieten op een schijf, maar schieten op een wegen. Jagen was de hoofdsport. Nee. En wij jaagden niet zozeer voor roem of voor curiositeit of voor bravoure, want nee, wij jaagden daar omdat die beesten, dat waren dus, die belemmerden ons in onze broodwinning. Zo'n tijger bijvoorbeeld, die kan in een avond 4, 5 varkens op verwonden, doden, geiten ook, ganzen. Niet, en dat is allemaal geld, niet, dat is ons je leven. Dus je moest schieten. Maar toen was het een plaag. En ik heb daar later wel nog veel plezier van gehad. Tenminste, toen ik al plezier in zoverre. Ik had er nut mee gehad, niet, toen ik in het leger zat. Niet. Dus bij confrontaties met de vijand was ik trok altijd aan het langste eind. Vanwege mijn gewoontes. Niet met schieten, dat ik dus vlugger was dan zij. Eric Klur, and this is my wife, Lisa. Hello. Lisa Klur, probably right now. Yeah, we just married last August, on 21st of August. I was her assistant at the lab computer, so we met there, and we start introduce each other, and then start going out, and then after that, we've been dating for six and a half years. Yeah. Almost 7 years. Yeah, almost 7 years. Er zit nog wat in, ja, bij de kinderen. Die denken, af en toe denken ze dat ze toch een beetje anders zijn. Dat ze toch nog wat Europees bloed hebben en zo. En, maar overigens zijn ze toch Indonesiërs, ja, die ook zo denken en spreken Indonesisch en zo. Maar dat achtergrond, Europese achtergrond, behouden ze toch nog altijd. Ze zijn helemaal anders als de Indonesiërs. Ze zijn langer, fors gebouwd enzovoort. Dus dat is er nog in de familie. I graduated as engineer in University of Trisakti in Jakarta. I have a title and senior in my name. I work as in marketing research company. It's called AC Nielsen. I also graduate in electrical engineering, same as Eric too, but now I work as a piano teacher because I think the hobbies dominate my world right now, so I prefer to work as a piano teacher in classical music. I'm not really familiar with the history of Gisting, yeah, but yeah, I know that a lot of my family live there. So if you ask me, no, I'm not really familiar with the history of Gisting. Jonge generatie
No, die weet van niks hoor. Die weet helemaal van niks, van de geschiedenis van de gisting. Wie is de gisting geopend en ja, enzovoort, enzovoort. Dat weten wij alleen. Dat weet niet zoveel mensen hoor. Ik kon het er niet laten, hè. Dit bijvoorbeeld. Dus de Indische spinazie. De Indische spinazie. Heel lekker voor de groentesoep. Ja. Ja, heldere soep. Met, dat laatste, ja. En achter nog boerenkool. Moet jij geen boerenkool? Thuis. Met worst voor de winter, hè. Ja, daar ben je nog iets te jong. Ik ben de enige hier met een patjo. Al die buren van mij, die kijken met grote ogen aan. En ik zeg, wat is dat voor een ding? Ja, dat is een Indische hak, zeg ik dan. Maar handig. Want ze zitten daar te spitten en ik met die patjo ben eerder klaar, hoor. Van Arma 2. Die boenten zijn ook al veroogst. Ja, pa gaat op poontjes plukken. Dus dat vinden ze iets kinderachtig, poontjes plukken. Agraria, iets minder waardigs. Dus de gisting, dat is nooit bij hun opgekomen. Ja, ze hebben wat anders te doen. Ja, ja, ja. Ik vind het jammer, hoor. Ik vind het jammer. Ik vind het erg jammer. Niet? Ik vind het erg jammer, want kinderen van anderen, bijvoorbeeld van Artie misschien, of van anderen, die hebben misschien meer respect voor de gisting. En ik zelf ook. Nou ja, en mijn kinderen, dat ontgaat hun. Ik vond het hier goed hoor, helemaal niet spijt. Want die mensen zijn allemaal vriendelijk en ze beschouwen ons. Ja, als je... Hoe noem je dat? Ze respecteren jou hoor. Ze zijn allemaal vriendelijk. Ik heb nog nooit harde woorden van je gehoord of zo. Nog nooit hoor. Ze zijn allemaal vriendelijk. Je kan toch zien, die ze mij aanspreken. Je moet naar binnen gaan, om een kopje koffie drinken. Je hoort toch. Samen vriendelijke mensen. Nou ja, hoe ja, wat dat betekent, ja. Ja, ik voel me Indonesiër. Maar we zijn altijd hier, hoe ook, gast. Ze beschouwen ons steeds als nou, iets anders dan hun, ja. Een beetje vreemd, ja. We zijn altijd, ja, hoe noem ik zeggen, ja. Je voelt je hier, ja, tussen hier, hè. Door papa de geleen, voel je wel iets anders, ja. Je bent altijd gast gebleven. Als je begrijpt wat ik bedoel, dus, ja. Maar we zien toch een beetje iets anders uit, hoor. Dan de gewone, in, ja. Hoe noem je het? Originele volk. Met een paar oude foto's hier van mijn dochter. Mijn grootvader houdt ervan om die foto's op te hangen. Hè. Indonesiër, also called Indo, you know, is a common term for Indonesian people to call people who's not really having all the blood from Indonesia, yeah. You know. Part of mix. Western mix, yeah. Up, they call it Indo. So, yeah, I have to wear that name in here. I said Indo also in Belanda and also Indo in Indonesia. So that's all. Yeah, I think two or three more generations we will be a full Indonesian, yeah, people. I think so. We'll be mixed. Yeah, because really? Already born in Indonesia, she was locally. And then we get married again, have a kid, the kids will be Indonesian, and then married again. I think we'll be
two or three more generations would